echt een totaal onzinnig iets, als ik het zo mag zeggen. Visser Frans Wiegman zit in zijn maag met die onzinnige regels. Hij moet zijn netten aanpassen, omdat hij niets met kleine kreeft kan. Je kan er helemaal niks van maken. Nee. Want ze zijn net zo groot als een garnaal, maar ze zijn heel hard. Je kan ze heel moeilijk pellen. Je kan er niks mee. Wiegman maakt wel een nieuw net, maar hij heeft eigenlijk nog geen idee hoe hij het moet aanpakken met die kleine kreeftjes. Ze moeten eerst de vis en de kreeft scheiden en dan moeten we iets vinden om de kleine kreeft te gaan scheiden. Maar kleine kreeft scheiden, dat zal niet meevallen, omdat een kreeft, die vang je gewoon. En dat is, je vangt grote en kleine. De Belangenvereniging kan nog niet precies zeggen wat de nieuwe regels de vissers kosten. Ze zijn eigenlijk nog steeds verbaasd dat die regels ingevoerd worden. De visserij had niet verwacht dat deze maatregel door zou gaan. Omdat die zo onacceptabel is, onverantwoordelijk, onethisch, noem maar op. En nu wordt de kleine kreeft levend teruggegooid in het water. Vanaf volgende maand sterven die kreeftjes op weg naar de wal. Eigenlijk willen we hier helemaal geen oplossing voor vinden. Omdat, dat zeg ik, alles gaat levend. Alles zwemt weer levend overboord. En die hopen we volgend jaar weer terug te vangen als ze de maat hebben. Maar ik kan nog niet zeggen hoe we dat moeten gaan doen. Dat is, nee. Dat zal de tijd moeten leren.